water filmen met een GoPro. Stromend water is vaak te troebel. Vennetjes en meertjes in natuurgebieden zijn goede plaatsen. Op internet kun je op zoek naar een goede duikplek in de omgeving. Dan heb je ook informatie over toegankelijkheid, helderheid en vissoorten. Een goede site is www.duikerschids.nl. Verzamel al je spullen die je ter plaatse nodig kunt hebben. Zorg dat de batterijen vol zijn en de geheugenkaarten leeg. Zoek een plek met een goed toegankelijke oever. Ik gebruik een verlengsteel voor een verfroller om de GoPro op te monteren. Een mount heb ik met tie-rips vastgemaakt aan de steel achter de vergrendeling. Hierdoor kan de mount niet van de steel afglijden. In de steel van de verfroller zit een opening. Door deze opening prik ik een grote haring. Zo voorkom ik dat de camera in het water verdwijnt. Verder zorg ik ervoor dat als de haring rechtop staat, de camera waterpas is. Zo kan ik door het verdraaien van het uiteinde van de stok zien of de camera onder water waterpas staat. Zoek een mooie plaats om de camera te water te laten. Probeer te voorkomen dat er een plant direct voor de camera staat. Het zijn vaak de rietranden waar de meeste kans is op vissen en andere dieren. Onder water werkt wifi niet, dus een live controle is dan niet mogelijk. Maak veel opnames op meerdere plaatsen. Een goede controle van de vangst is pas thuis mogelijk. Geniet ook van de natuur in de omgeving. Opnames direct boven het water zijn een welkome afwisseling bij de montage. Denk er dan wel aan om de lens eerst met een doekje droog te maken ter voorkoming van waterdruppels in beeld. Want soms is dit het resultaat. Maar als je nou vissen in beeld hebt, dan kun je daarvan genieten. En soms heb je heel veel vissen in beeld.